Wat hebben jullie bedacht voor deze hele musical? Nou, het gaat over een collectief, een schrijverscollectief, die dus in 1923 iets schrijft over de liefde, met name over de liefde. En hoe is dat dan, hoe zou het zomaar kunnen zijn, 100 jaar later, is dan die liefde die er nu is hetzelfde als in 2023. Dus kijken of dat nog een beetje hetzelfde is. Hè? En zij kunnen natuurlijk vooruitkijken, dat kunnen ze gewoon. Soms lopen de tijden ook een beetje door elkaar, maar in theater mag eigenlijk alles. En het wordt goed gemaakt door de muziek natuurlijk. Hè? Dus het stuk wat zij schrijven, zeg maar, het collectief, speelt zich af op een boot. Schip, een soort cruise. Soort, hè? Want we hebben maar een klein theatertje. Dus de cruise is dan ook een beetje verkleind naar het dek. En nou ja, daar speelt het zich af. En hoe is het om met deze groep mensen van Servus te werken? Ja, hartstikke leuk natuurlijk. Het is wennen, hè? Want wij zijn nieuw, zij zijn nieuw voor ons. En zij bestaan al heel lang en wij komen nu zomaar ineens kijken. Wij hebben onze eigen werkwijze, zij hebben hun werkwijze. Maar volgens mij hebben we het best redelijk met elkaar kunnen vinden. We hebben een goede middenweg kunnen vinden. Dus de chemie die is er wel? Ja, dat zeker wel. Jawel, 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 jawel. Juist, en dan gaan wij ons laten verrassen tot een nieuw spektakel, tot een nieuw theaterstuk. En hoe gaat het stuk heten? Creusa is het. Creusa, dat is de waternimf van de zee. Dank jullie wel en we gaan het zien. Graag gedaan. Graag gedaan. Ik sta hier bij Irma. En Irma die speelt? Ik speel Pleun. Pleun. En dit is? Ik ben Tini en ik speel Hedwig. Wat is jouw rol in dit spektakel? Mijn rol is dat ik een van de gepensioneerde zussen ben. En wij gaan mee op een cruiseschip. Juist. En wat houdt dat in voor jou? Ja, heel spannend. Op de eerste plaats heb ik nog nooit op een cruiseschip gezeten. En op de tweede plaats ga ik met mijn zus. Dat is toch bijzonder op onze leeftijd. Hedwig, hoe is het om op dit schip te zijn? Ik bekijk het een beetje kritisch. Want ik zie het allemaal nog een beetje somber en nors in. Ik hou van wilde. Wat gaan jullie allemaal doen op dat schip? Gebeuren nog rare dingen? Nou, we komen natuurlijk wel aparte mensen nog tegen met de een heeft verdriet. Maar we gaan ook nog naar Captain's Dinner, hè? Ja, gaan we helemaal in gala en dan we gaan... Gaan we ons best doen. Ja, toch? Ja. Daar heb jij wel zin in, hè? Ja. Tuurlijk, hè? Dat is zoals de kapitein, dat is toch een man van stand? Dat is toch mijn man? Nou ja, dat is echt een beetje overdreven, maar ik vind hem wel een man. Nou, volgens mij gaat het wel goed komen bij jullie, met jullie op dat cruiseschip. Helemaal. Ja, zeker weten. Veel succes. Ja, gaat helemaal lukken. Dankjewel. Ja.